Nu, we hebben meestal daar een beentje. Dan vraag ik aan de drummer, doe je even een roffel? Nu hebben we een roffel op de band. Is dat kinderachtig? Ja, ik geloof het wel, hè, of niet? Zullen we het niet doen? Nee, nee, dat hoort erbij. Oh, dat hoort erbij. Roffel. De winnaar van de Sonja Barend Award 2019 is geworden... Keva Alouche. Keva Alouche met de kist. Keva Alouche. Ja, heel nieuw. Ja. Keva Alouche is dit niet. Dat is een ding wat zeker is. Nee. Dit is Peter van Uhm. U werd geïnterviewd door Keva. Ja. Keva is er dus niet. Hoe bestaat het, zou je zeggen, op de dag dat de Sonja Barend Award wordt uitgereikt en je bent genomineerd. Hij is gelukkig wel even in beeld, even aan de telefoon. Keva, ben je daar? Ja, hallo. Ja. Rechtstreeks uit Marokko. Ja, rechtstreeks uit Damascus. Daar heb je belangrijke zaken. Toch nog even, 14 oktober. Dat staat Marokko, toch in... Marokko. Oh, Casablanca. 14 oktober. Casablanca. Dat staat toch in je agenda? Genomineerd, misschien win ik wel. Zit ik naast Sonja Barend? Ja, natuurlijk stond hij in de agenda, maar... Ja, je denkt dan toch altijd... Ja, ik zal het wel niet worden. Dit was al heel erg lang gepland... ja, dat dus. Je gaat er van schotten. Ja, Keva, Peter van Uhm zit wel bij ons aan tafel om de prijs in ontvangst te nemen. Ja. Jeroen Pauw heeft het hier ook al eens gezegd. Ik krijg dan die prijs, maar we moeten hem eigenlijk absoluut delen met degene die ik geïnterviewd heb. Die is minstens zo belangrijk. Hoe belangrijk was Peter van Uhm bij dit interview? 99% is op zijn konto geschreven. Volgens mij doen en ik was slechts een instrument. Ja, zo is het wel. Hè. Je bent ontzettend afhankelijk van degene die je interviewt. Dat mag dan ook wel eens gezegd worden op zo'n avond... dat we het altijd hebben over degene die de vragen stelt. Je kan zelfs een hele goede gast... en meneer Van Uhm is een gedroomde gast... Daar kan je als interviewer toch nog een slecht gesprek mee maken. Als je het verkeerd doet, dat is niet de garantie van een goede gast... is niet de garantie van een perfect gesprek. Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk. Ja. Heb je helemaal... Meneer Van Uhm, wilt u even het woord richten tot uw partner in crime? Ja, zeker, want Keva, ik kijk met heel veel plezier terug... op wat we samen hebben neergezet. En ik weet hoe jij erover denkt. En ik schat in dat je het er wel mee eens bent. Het is uiteindelijk het werk niet alleen van ons twee... maar het is ook van dat hele team achter jou. Want mensen vergeten dat van iedereen kijkt hier naar jou, Matthijs. Maar ja, kijk eens wat er allemaal omheen... U heeft helemaal gelijk. En bijvoorbeeld het voorgesprek wat ik heb gehad met Angelique. Ik weet niet of ik haar achternaam ook mag noemen, maar Angelique van Beers. Van Beers. Ja, een fantastisch voorgesprek. Wat dan ook voor mij... Ja, hoe moet dat nou zeggen, het comfort geeft dat als Keva komt... dat het een goed gesprek gaat worden. Mm-hmm. En dat maakt het ook makkelijker tijdens het interview. En dus zijn de credits aan het hele team met Keva voorop. Mooie woorden. Keva, heb een leuke avond. Gaat vieren en we zien je snel. Zeker. Gefeliciteerd. Zeker.